in deze nieuwe video van Polestar is dat ik geen champagne gekregen. Voor omdat ik dus de 10k heb gehaald, bijna de 11k. En hij heeft de 1000 gehaald eigenlijk. Dat is ook champagne, hè. Champagne. Heb je het gemist? Ja, je hebt het gemist. Hij heeft de 1k gehaald op zijn account. Dus dat is eigenlijk ook een beetje het feest. Dus daar een beetje champagne. Geen, het is meer kinderchampagne. Dus we zijn niet zat. We zijn wel een beetje zo. We zitten op de fiets. Richting Huiswaard. Ik wou om gel gaan met kleur. Maar dat hadden ze niet. Dus ja, kan ik het natuurlijk niet kopen. Dus heb ik besloten om het toch maar te doen. Maar ik ben dan dus ook wat eten gaan halen en zo. Dus dat heb ik nog nodig voor vandaag. Dus ik heb eten gekocht. Dus dat is al een beetje al bewoond. Het ziet er cool uit. Dus dat heb ik een beetje gedaan. Het is goed weer buiten. Dus de kind is even mee geweest. Dus het was wel cool eigenlijk. Om even met hem ook weer leuke dingen doen te chillen. Dat was wel cool eigenlijk. Ja, het is niet zo ver om hier de fiets. Dus dit traject is niet zo ver. Normaal gezien doe ik dat nooit. Maar nu ik dat kan zien op de fiets. Dus ik kan goed sturen. Veel mensen kennen mij ook. Er liggen heel veel dingen op de grond. Zo, zeg het. We zijn ver thuis. Garages. Dus, en deze Smurf staat er nog steeds op, omdat het nog steeds niet geregend heeft. Dus ik ben allemaal speciaal eigenlijk. Alles staat nog hoe het staat. Dus achter mij beginnen wel wat meer dieren uit te komen. Ik doe dan echt bij, joh. Hommels. Ja. Zo. Terug thuis. Bergen wel. Zo. Je ziet me niet goed. Moet ik eruit halen. Als ik aan jullie kan zetten. Mee naar binnen. Is oké. Ik ga jullie even daarop zetten, want anders gaat dat niet lukken. Ik kijk altijd heel goed uit wat ik koop. Altijd. Dus ik kijk altijd wel wat de prijzen en zo tegenwoordig. Wat een poes. Met de poepa. Nog nooit gezien in de buurt hier. Nog nooit, dus de eerste keer. Ja, alles is de eerste keer. Zo.
maar wel grappig. Poesie. Ik ga dit. We gaan ook jullie binnenzetten. Ik zie dat iemand zijn poesje kwijt is. Voilà. Koekje doen met surprise. Moet wel kunnen. Of het een echte aanrader is, dat kan ik niet zeggen, want dat weet ik niet. Dat kan ik helaas niet zeggen. Zo. Niet kapot, dus is het ook niet erg. Zo, de melk. Mondkapje mag af. Binnenkort is Pasen, dus dat gaat ook een leuke video worden. Ja, een beetje open laten staan. Zo. Dit is mijn nieuwe kapsel. Wat vinden jullie ervan? Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ik vind het alleszins mooi. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik vind het wel cool eigenlijk staan. Een echte beetje zo dat ik ben. Eigenlijk stoer. Cool. Mensen op TikTok weten dit dus nog niet. Ik denk dat die video online komt wel. Want ik ga elke avond online. Live met de mensen van TikTok dus. En ze gaan het sowieso zien. Maar nu hebben ze nog niks gezien. Het is echt een geheim. Tot 7 uur, er zijn er maar een paar die het weten. En dat is alles. Eigenlijk. Voor de rest weet niemand dit. Dus dat gaat wel even schrikken zijn voor sommige mensen. Veel mensen kennen me ook niet. Op dat vlak, dus het gaat wel speciaal zijn. Dus... Eens kijken wat er allemaal is gereageerd. Ik plaats ook heel veel video op TikTok, dus ik heb nu 10k.4. En daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Daar ben ik ook heel trots op dat ik dat gehaald heb eigenlijk. Dus ik ben er heel trots op. Mezelf ook wel. Ik zal het even laten zien. Daarmee heb ik ook aan de kinderen champagne heb meegegeven om te drinken. Om het te vieren eigenlijk. Zodat hij dat ook... Kijk, dat is wat ik nu heb behaald. Dus ik wil er echt wel heel veel mensen voor bedanken eigenlijk. Want al die mensen die mij... Het begint eigenlijk allemaal met het verhaal. Die persoon die mij aan de 1K heeft geholpen. Dat was door Gita. Bedanken, want het is dankzij die persoon dat ik live ben gegaan. Dat ik dan volgers bij heb gekregen en zo zijn wij binnen groeien eigenlijk. Maar ook Elga, want Elga heeft ook echt haar best gedaan om mij altijd 1K te krijgen. Dus die was ik ook wel heel trots op eigenlijk. En heel blij mee. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots op alle mensen die in mijn team zitten. Dus Stijn, Mitzi en alle mensen die dat weten, die in mijn team zitten. Dus dankjewel daarvoor allemaal, om me zeker allemaal... voor mij te steunen en om mij te steunen, om er te zijn voor jullie, voor mij te zijn. En ja, bedankt daarvoor. Ik kan alles eventjes inruimen. Want je ziet ook, er staat nog heel veel te wachten. Dus de ijskrim, ik weet niet, ik ga er geen reclame van maken, maar... Zeker niet, maar er staat cookie dough twist. Vanille met cookie. Sprinkles, cookie dough, color. Dus ik ben eens benieuwd. Als ik hem ga proeven, zal ik er een video van maken. Niet gesponsord, voor alle verduidelijking. Gewoon gekregen. Gekocht in de winkel. De kin heeft die gekozen. Die ziet er zo uit. Dus ben eens benieuwd. Dus ik ga die nu in de diefries steken. Oh. Ik heb de verpakking kapot kunnen met die opnieuw.
cola in de ijskast. Dit gaan we straks eten. En de melk ook in de ijskast. Weet eigenlijk hoeveel mensen er nou melk in de ijskast zetten, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik doe dat altijd eigenlijk, dus waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die nu te kijken zijn. Waarom zit hier zijn melk in de ijskast? Ik ga ook even de filmpjes laten zien die ik sinds kort zonder geluid natuurlijk heb geplaatst op TikTok. Dus die ga ik even laten zien. Eigenlijk eventjes alles weg, zodat er niemand, zeker niemand in beeld komt. Dus ik heb Papa Jega nagedaan. Dan zeg je zonder zijn geluid en dan staat het geluid aan. Dus dat heb ik gedaan met Papa Jega. Ik weet, het is niet echt gedanst, want ik kan niet dansen, maar het is wel leuk om jullie te laten zien. En wat heb ik nog gedaan van dat gaan jullie sowieso zien, om het laten zien. De wc, dat was zoiets van M&M. Van één briefje nog over om mijn gat af te kruisen. Dan Woody. Dus heb ik al heel veel figuurtjes nagedaan. Eigenlijk al heel veel. Ik ben er wel trots op eigenlijk dat ik dat zo doe. Ik kreeg er wel heel veel reacties op altijd. En ik deed gisteren docus gedaan. Daar ben ik ook al heel trots op. En dus, ik heb er al heel veel gedaan, moet er maar eens op kijken. Hoe grappiger, hoe beter eigenlijk. Hoe grappiger iets maak, hoe beter eigenlijk. En er zit ook altijd heel veel in concepten. En ik vind dat ook wel leuk eigenlijk. Ik ga nu een video plaatsen waar ik heb een Martin gemaakt van K3. Dat is ook wel heel leuk. Zo duetjes doen, doe ik ook heel veel. Dus ik ga deze plaatsen. Even plaatsen. Ding. Plaatsen. En dat ziet er dus zo uit. Dat heb ik gedaan. En dat vind ik al stoer dat ik dat heb gedaan en ik ben er wel trots op eigenlijk ook wel. Soms zijn de dansjes ook niet zo gemakkelijk om te doen en dan lukte mij dat ook niet om te maken. Maar het gaat gewoon het feit dat je probeert en dat vind ik eigenlijk het mooiste. Ik blijf ook altijd mezelf, dus en dat blijft mij altijd wel blij. Dat ik ook altijd hetzelfde blijf. Wacht, kunnen we dat veranderen? Bewerken. Zo. Dus ja, dat maak ik eigenlijk een beetje. Dus en wat was eigenlijk het plan? Het plan was eigenlijk om mijn haar te kleuren met die wax, met die dingen dus. Maar het probleem was, dus ik heb het daar gevraagd, ik heb heel veel in mijn handen gehad. En die mevrouw die zei van ja, sorry, zei die, maar wij hebben dat niet. In color. Dus dat was ja, ik zeg oké, geen probleem. Ik zeg dan, is dat voor mij geen enkel probleem, dan, ja, dan kan ze me niet helpen. Dus, maar vanavond, als ik er gel in doe, dan zie je het eigenlijk beter dat ik hier zo geen haar op mijn kop heb. Dus ik vind dat wel leuk eigenlijk. Of wat jullie het mooi vinden, laat even weten achter in de reacties. Dus, ja.
Misschien vinden jullie het niet mooi of wel mooi, dat is jullie keuze. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk om het gewoon zo te doen eigenlijk. En om het gewoon eens mezelf te zijn. De konijnen staan klaar om buiten te gaan, dus laten we ze maar even buiten gaan. Daar staan ze trouwens. Ga maar. Zo, dat is dat eentje dat buiten is. Binnenkort ga ik trouwens eens kijken hoe we dat kunnen doen. Want binnenkort is het een jaar geleden dat mama gestorven is. Dus ik denk dat we dan verhalen gaan ophalen. En dan moet ik eens even bekijken eigenlijk hoe dat we dat gaan doen. Maar in ieder geval ga je dat ook doen. Moesten er mensen zijn die er vragen rond hebben. Rond hoe het nu gaat. Of gewoon andere vragen hebben. Mogen die ook altijd hieronder plaatsen. En dan zal ik daarmee heel veel plezier op reageren. Dus het is dat je het weet. Dat is geen enkel probleem, dan ga je dat gewoon doen. Dus als je vragen hebt hoe ik me nu voel of zo, drop het eronder en laat het me dan gewoon weten. En dan komt het gewoon eronder te staan, dus laat het me gewoon weten. Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.